We zitten hier weer bij de Ark, Citadel of the Gods. Bliksem, het is echt bliksem hier, kijk. Ja, dat is een beetje genaaid, man. Ik kom er niet bij. Er zijn denk ik twee craftmeesters hier en ik weet niet zo goed wat ik moet doen in al die tieten. Wow, wat zei je nou? Wow! Ja, nou, hier staan mijn turrets, maar verder... Plaats nou die Jenny dan, kijk. Hoppa, element erin. Dan staat tenminste weer iets aan. Zo, maar wat schiet die gek? Holy shit. Ja, daar zijn al die turrets al kapot, man. Ik kan hier niks mee. Ik deed daar heel veel damage op. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar dat was echt niet normaal. Ik wil nog één keer mijn move poolen. Ik laat ze hier lekker kutten met deze generator nog. En dan ga ik zelf even in de rug aanvallen, man. Now watch me. Ik ga nog één keer een move poolen. En als dat niet lukt, dan lukt het niet. Dan is het maar helaas. Dan ga ik door met mijn leven. Het is wel goed dat ik dat nou mistig is. Dan kan ik even heel hoog gaan. Dan zien ze mij niet in de lucht. Maar dan mag ik mijn stego niet missen, man. Ik moet erop komen. En dan gaan we. Ja, jeet. Nee, wat niet? Schiet. Schiet dan. Oh, dit is zo kut weer. Zo onnodig. Desync incoming. Ik ga maar gauw weg. Hij valt ernaast. Hij valt er volledig naast. Holy shit. Kutzooi, hè. Oh, mijn god. Ik zat er letterlijk tegenaan. En dan gaat hij weer niet erop. Die ligt helemaal in een void, man. Even serieus, daar is hij helemaal heen gegaan, die gek. Ik ben gewoon kwiet zelfs. Hij drijft niet eens, is die gek. Waar is hij heen, man? Nou, dan ga ik maar even wachten op nog even een poging. In ieder geval goed dat hij niet meteen in de desync is gevallen. Maar ik ga hem vast even klaarmaken voor de volgende. Let's get it, ja. Wel uitkijken als dit S-plus cliff platformen zijn. En dan kan het nog zo eens zijn dat alle structures blijven staan, weet je wel. Dus dat het gewoon blijft liggen. Als ik de... Stel, ik zou de cliff kapot schieten. Dat dan gewoon letterlijk alles blijft staan. En dat is zeg maar wel echt S-plus in een notendop. Nog een poging. Ja, hè. Die en die. Pop een biertje. Oh yes, hè. Dat lijkt er meer op. Dat lijkt er meer op. Dit lijkt er veel meer op. Ja hoor. Dit lijkt er echt veel en veel meer op. Iedereen wordt gedesynct hier. En gaan. En gaan. Ik weet niet wanneer ik weer kan schieten, maat. Hoe lang duurt dit? Hoe lang is dat ding oververhit, man? Ja, godverdomme, man. Dat ding 6 uur lang oververhit. De move was perfect. De move was echt meer dan perfect zelfs. En ik kan gewoon niet dat ding kapot schieten. Ja. Snappen jullie mijn frustratie, mensen? Snappen jullie het, toch niet? De move was echt per en perfect uitgevoerd. Ik zie... De fucking tech rifle niet rood worden. Je ziet hem gewoon niet overheden. Nou, shit. Dat is al één ding wat gezeik is. Nou, uiteindelijk raakt hij dus wel overwit, want hij wordt overwit, maar hij wordt niet rood. Nou, leuk. Is hij ook nog gewoon 10 keer zo lang oververhit dan dat hij normaal is? Dus ik had helemaal geen tijd meer om dat ding kapot te schieten, want hij bleef maar oververhit. Want het balkje ging niet omlaag, for some reason. En dan ga je dood, omdat je... te lang in de turret staat, want de turrets blijven wel doorschieten. En jij staat dan nog op je steeg om niks te doen, want je kunt niks, door alle gezeik. Dan weten jullie toch hoe ik erover denk, ja? Die generator had gewoon kapot moeten zijn. Maar ja, dat is Ark. En nou is Uberbep dood. Wat ook weer helemaal onnodig was geweest. Hey, twee Uberbeps zijn dood. Nice. Yeah, sick. Ja, yeah, ik kan niet eens mijn eigen hokken hier, man. Ik ben wel redelijk geprikkeld nou. Domme. Nou, ik ga nog één keer proberen, man. De laatste keer. Ja, die heeft toch geen nut meer. Die zetten nou een andere generator. Het heeft toch helemaal geen nut meer, man. Even serieus. Ik ga het ook helemaal niemand doen. Even serieus, man. Fuck dit. Nee, ik ben hier niet blij mee, zoals jullie horen. Maar ja, dat begrijp je vast wel. Ja, laat die basis maar zitten, mensen. We hebben het geprobeerd. Helaas. Was een goede poging. Ja, nee, dit schiet allemaal niet op, man. Ik denk dat ik maar gewoon even een beetje verder gaan met de builds hier. Moet toch nog gebeuren. We moeten even kijken wat nou een mooie is om te gaan bouwen, man. Ik heb echt nog meer dan genoeg materialen, dus we kunnen echt nog superveel bouwen. Ik zal misschien te denken aan een extra vangnet hierboven aan deze base. Dus dan moet ik even een paar
double door frames hebben, of ja, een paar wel best veel. Double door frames en heel veel hedge framepjes, dat zal wel ziek zijn. Nou, lekker hedge framepjes, dank u. Double door frame, pak ook even wat van. Dank u. En dan moeten we nog even de tech double door frames hebben. Mooi! En dan gaan we het hier even omhoog bouwen. Moet je even kijken, wat is wijsheid? Je moet ook het soort van een midden bepalen, weet je wel. Maar hoe ga ik hier een midden bepalen? Is dit een midden? Deze fucking... Ja man, dit is een midden, of niet? En dan moet ik ook hier nog even een midden van vinden. Dat zijn 5. Oh nee, dit ding zit helemaal niet in de midden zelfs. Ja, een beetje hier zo, fuck it. Dat zal wel goed zijn. Ik ga nou dus een soort van kruis maken. Over mijn hele dak heen. En vanuit daar ga ik omhoog bouwen met de double door frames. En dan gaan we even een mega vangnet maken met hedge frames. Dan hebben we die klaar. Oh, ha! What the fuck is hiermee gebeurd? Jezus man, hoe krijg ik dit nou weer voor elkaar? What the fuck, man. Nou, maak die mul toe maar even, anders moet even al die boel weghalen hier, man. Dat is wel heel scheef hoe ik die heb gedaan. Dan klopt die, toch? Ja, nou klopt die wel. Oké, nou, dan gaan we even de boel allemaal omhoog bouwen. Het hoeft niet heel hoog te worden, hoor. Ik denk 4, dan moet wel zat zijn. Allright, dan heb ik alle tech compleet. Dan moet ik alleen nog even de metals neerzetten. En dan hebben we dit gewoon allemaal mooi gefixt, man. Dat is netjes. Netjes, netjes. En dan moeten we volle bak hedgeframes erop zetten. En op die hedgeframes moeten we dan wat bear traps neerzetten. En dan hebben we dat ook allemaal mooi gedaan, toch? Dit klopt alleen niet helemaal. Ik hoor iemand volle bak teleporteren hier. What the fuck? Dan moet ik alleen even kijken hoe dit uit gaat komen nog. Komt het netjes uit of niet? Nee, dat komt niet netjes uit. En aan de andere kant. Anders kan ik het ook in het midden zetten nog. Nee, dat komt ook niet netjes uit. Dus dan moet ik hem gewoon even eentje opschuiven nog. En nou een ceiling opgepakt. Bro. Dat is niet wat ik wil, man. Ja, dan moet ik hem dus hier in het midden zo erop zetten. Please snap gewoon even goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nou, dat zou toch gewoon moeten lukken, of niet dan? Waarom zit dat ding zo kut te doen? Nee, fucking echt, jongen. Oh. Deze aflevering wordt al 1-0. Oh, 1-0 zure koek, jongen. Ik ben ook redelijk zuur op dit moment. Ik ga er niet om liggen, man. Dit is geen grapje meer. Allright, plaatsje shit. Nou moet ik het hele dak vol zetten met die hedge. Dan wou ik eigenlijk nog meer lagen opmaken, want je moet ook meerdere lagen hebben als vangnet eigenlijk. Maar ik zit nou toch wel echt mijn levenskeuzes aan het aan het herzien, weet je wel. Dat is echt niet grappig. Nou, hier komt hij niet helemaal uit. Nou, dan gaat hij maar iets eroverheen. Allright, dan hebben we dit gedeelte in ieder geval gefixt. En dan moet ik hier eigenlijk nog een laag. Alleen dan vind ik het weer zo moeilijk om een midden te checken. Dit is ongeveer midden dan. Kan ik niet gewoon dit hele vak pakken? Zo hoog ongeveer. Of misschien nog iets hoger zelfs. Dan kan ik er uiteindelijk ook even wat turrets bij zetten, weet je wel. Want dan zit je weer boven de turret cap. Nou, zo te zien... Gaat het wel lukken, man. Knetterziek. Teringdikke toren hier. Ik weet ook niet wat ik ermee ga doen, maar dat maakt niet uit. We hebben een teringdikke toren. We beginnen op Minecraft te lijken. Alles is vierkant. En we zijn al onder de 40 fps gekomen, man. Let's get it. Dit gaat goed. Op naar de 30. De 30 moet ik alleen nog even 100 giga's hier neerzetten. Dan moet het wel lukken onder de 30. Alright, nou dan hebben we dit dicht. Dan gaan we hier dus weer even zo'n hele laag aan van die hedge frames kwijt. En dat is wel mooi. Dan kan ik aan deze toren kan ik meerdere vangnetten maken in principe. Dus laten we dat ook maar gewoon even doen. Maar even dit vierkantje afmaken. Oh, kut. I did a oopsie again. Weg. Hij staat op de mollish. Nice. Oké, dan heb ik deze laag klaar. Laat ik gewoon meteen even bear traps maken dan. Gaan even die FPS nog lager maken, gek. Let's get it. Bear. Large bear trap. Nice. En dan moeten we nog even... Hoe heet die ding ook weer? Oh ja, hedge frame, hè. Mooi, dan hebben we die ook. Wat goed dit. Kijk hier dan, man. Holy shit.
Nou, dan ga ik eens even die beertrapjes allemaal neerzetten. Ja, dat moet ook gebeuren. Saai werken, maar als het in de lab staan, mensen, dan hoeft ook helemaal niemand nooit meer om te kijken. En dan kunnen we echt verder met de gekke dingen, zoals aanvallen. Het is ook niet dat we iets missen of zo. We hebben echt superveel gereed in Lost Island ook. Bleef maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En nou heb ik net nog een kleine poging gedaan, maar ja, dat schiet niet op. Ik ben ook helemaal niet goed voorbereid ervoor. Ik heb allemaal spullen hier nog niet liggen. Allemaal dino's liggen nog niet. Ik had geen goede fob gebouwd. En als het wel een beetje mee zat, dan was het gewoon gelukt verder hoor, daar niet van, maar... Ik had mijn hoofd wel een beetje cool moeten houden, maar dat is niet gelukt helemaal. Nee. Alright, nou, hebben we hier de bear trapje staan. Mooi, dan gaan we hier nog een laagje maken. Nee, iets lager. Die moet ik hebben. Ik werd net ook al gestegodrop bij die toren van mij, dus daar moet ik even mee uitkijken, man. Alright, nou, tijd voor nieuwe bear trapjes. Komt u maar. Oké, ja, dan moet ik eigenlijk ook nog de binnenkant van deze toren helemaal vol gaan zetten met turrets. Dat lijkt me helemaal gruwelijk. Maar dat is sowieso van een ander keertje. Ik moet de onderkant in ieder geval nog even helemaal vullen met bear traps. En dan kan ik er altijd nog voor kiezen om meerdere lagen ertussen te gaan zetten. We hebben nu twee lagen. Ziet er al fucking bruut uit, holy shit. Deze beest, jongen, is echt niet normaal, man. Holy shit. Oh, dat is wel echt een gare baas, man. Ik ben er blij mee. Weet je wat jullie ook allemaal kunnen doen, waar ik ook heel benieuwd naar ben? Jullie kunnen naar mijn Discord gaan. Die staat ook in de beschrijving van mijn video. Daar kunnen jullie in ARK screenshots of zo, dat is een channel, een van die dingen. Daar kun jij een keer een screenshot sturen van je basis. Van je mooiste baas en beste baas die je ooit hebt gebouwd. Ik ben wel benieuwd, man. Dan moet ik eigenlijk overal nog even Velociraptors neer gaan zetten. Die ook op turret mode staan. Mooie bear traps. Fucking Fort Knox, gek. Holy shit. Niet normaal, ouwe. Oh, dat is zo biggie. Die wil ik ook helemaal vol plaatsen nog. Kijk eens aan, gek. Oh. Heb ik nog een paar turrets. Ik ga even kijken of ik het überhaupt neer kan zetten, ja, man. Turret. Ja, niet veel, maar... Ja, kom maar mee. Nou, dan hebben we 23, 24. Kijk even of we iets mee kunnen. Ah, ik zit hier flink aan de turret cap, man. Flink. Oh, dan moet ik echt veel hoger. Ik moet echt hier zijn om turrets te plaatsen. Dat is wel jammer. Dan kan ik even kijken of ik hierboven misschien eerst even laag aan turrets doe. Hoe hoog moet ik ongeveer voor mijn turrets? Hier kan ik wel. Oh, dan moet ik echt heel hoog. Kutzooi. Ja, het is maar als een paar turrets hebben staan, weet je. Dus we moeten dus wel een paar extra double door frames nog even erbij craften. Als we die in al hebben staan, die turrets ook. En even een generatortje. Wat double doorframe, generatortje. 100 tech, 100 metal. Oké. 100 double doorframe. En dan moet ik even double doorframe van tech hebben. Right. Nou, zetten die ding even snel neer. Als het goed is, kan ik hier nog geen turrets. Kut. Nee, dan moet ik nog even iets hoger. Maar dat maakt niet uit. Dan maak ik hier gewoon een vangnet. Oké. Vangnetje. En meteen even die bear traps erop mikken. En dan moet ik ook nog even de baas eigenlijk helemaal in gaan richten, man, met de shit. Met de tech replicators en zo, weet je wel. Even verbreeding neerzetten en al die dingetjes. Vals. Ik ben maar gek van al die vliegen hier weer. Oké, turrets. Hier kan ik het neerzetten, nice. Dat is mooi, hè? Oké, nice. Finally. Zetten die turrets neer, we zitten al op 33 fps, ik heb hem gezien. Nice. Oh, hier zit mijn turret cap te kutten, man. Nou, dan moet ik eerst even deze weghalen. Alright, top. Turret staan. Dan pak ik even snel mijn ceiling. En dan moet ik nog even mijn dingetje neerzetten met Jenny. Ga ik de Jenny gewoon hier tussen raken? Hij is wel echt alleen voor deze turrets, of niet? Hij is wel echt alleen voor deze turrets. Fuck it, doen we dat gewoon. Hoppa, Jenny erin. Oké, turret options. Range, high, player tamed. Oké, copy, zet ik ze al turrets in range. Dan staan die ook mooi. Kijk, dan hebben we dat gefixt, man. Ammo erin en dan hebben we deze hele toren even veiliger gemaakt. Meerdere vangnetten en nog wat turrets aan de bovenkant. Dus dat wordt allemaal veel moeilijker. Ik kan er nog meer vangnetten tussenin maken. Misschien geen gek idee. En dit is de basis voor nu dan, man. Knetterziek. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende afleveringen. En...